Zo, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe tactiekvideo op mijn kanaal. Mijn naam is Mark, voor als je dat nog niet wist. En in deze video gaan wij Crystal Palace bespreken. Crystal Palace was aangevraagd. Ik heb natuurlijk al aardig wat van deze video's gemaakt, maar in de comments werd gevraagd om een eentje te doen van Crystal Palace. Dus bij deze natuurlijk waarschijnlijk een vrij populaire club vanwege Frank de Boer die daar eventjes gezeten heeft, eventjes trainer is geweest, vrij snel ontslagen. Dus dan is het natuurlijk gewoon een uitdaging, bijvoorbeeld in career mode, om met hun te gaan spelen en het in dat geval beter te doen. Plus er zitten gewoon drie Nederlanders in dit elftal van Arnold, Riedewald en Fosu Mensah. Dus dat is natuurlijk ook gewoon een reden waarom ze misschien vrij populair zijn. Wat gaan we doen? We gaan de opstelling, de formatie, de instructies en de tactiek bekijken. Mag ik jullie vragen om even op like te drukken voor mij, als je dit een nuttige video vindt natuurlijk. Want dan help je mij mee. Mocht je voor het eerst kijken naar een van mijn video's, abonneer dan zeker even op mijn kanaal. Dan weet je zeker dat je nog meer van dit soort video's en allemaal andere FIFA video's te zien krijgt. Duo carrières en zo. Dus hartstikke leuk. En dan gaan we gewoon beginnen. We beginnen met de formatie. Is een 4-4-1-1. Is eigenlijk op dit moment ook de standaardformatie voor Crystal Palace. Maar daar hebben ze ook gewoon de juiste spelers voor. Dus moet je ook gewoon lekker zo gaan spelen. Dan beginnen we met de opstelling. Speroni in de goal. Je kan ook voor Hennessy of zo, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, kiezen. Allebei 71 rated, maar Speroni. Ik speel dan natuurlijk vrij lang FIFA en ik heb het altijd lastig als ik tegen deze keeper moet spelen. Het is gewoon echt een redelijk goede keeper, dus mijn persoonlijke voorkeur gaat naar hem uit. Dan op rechts de eerste Nederlander. Fosu Mensah staat hier als een centrale verdediger. Maar zoals je kan zien bij posities kan hij ook gewoon rechtsback. En dat kan hij ook gewoon hartstikke goed. Hij is snel, hij is heel sterk, hij heeft een goede tackle. En hij heeft ook nog eens een redelijk goede pass. Dus hij kan prima back spelen. Gewoon lekker daar neerzetten. Dan hebben we Dan en Sakho als verdedigers. Sakho is natuurlijk de beste van de twee, ook qua rating. Maar ook qua snelheid, Dan is dan weer niet zo snel. Maar hij heeft wel gewoon een goede tackle. En Sakho, ja, die heeft eigenlijk bijna alles wat een goede verdediger nodig heeft. Dan op links van Arnold, natuurlijk handig met zijn snelheid. En vooral aanvallend is hij heel belangrijk. Dus hou dat even in de gaten. Dan Riedewald, Kabaye, Zaha op rechts, Puncheon op 10 en Townsend op links. En Benteke in de spits. Nou, dan gaan we naar de instructies, want dat is altijd heel belangrijk natuurlijk in dit soort video's. De instructies voor Fosu Mensah, Dan en Sakho staan gewoon standaard. Fosu Mensah is op zich aanvallend redelijk goed, maar ja, ik heb hem op always overlap gezet, wat ik heel vaak doe met backs, maar dat vond ik toch niet heel fijn aanvoelen. Het is beter als hij ook gewoon een beetje achterin blijft, af en toe gewoon op eigen initiatief naar voren gaat, maar niet de hele tijd naar voren redden. Dat werkt gewoon niet bij hem, bij Van Adelt daarentegen wel. Dat is ook zijn specialiteit, gewoon naar voren gaan, voorzetten geven op Benteke die gewoon het hartstikke goed kan koppen, dus dat is zeker een voordeel. Maar Van Arnold, die moet je dus zeker op always overlap zetten. Dan Riedewald, die zet je dan weer op stay back while attacking. Hij speelt hier centraal op middenveld, kan daar in principe niet spelen. Hij kan linksachter, centraal in de verdediging of verdedigende middenvelder spelen. Maar doordat je deze instelling doet, blijft hij dus gewoon achterin en speelt hij dus als een soort verdedigende middenvelder. Datzelfde geldt voor Caballé. Ook hij is een verdedigende middenvelder. Ook stay back while attacking. Dit team is gewoon, ja, zeker als je ook online gaat spelen, niet het meest fantastische team om te kiezen. Dus je wil wat zekerheid hebben, zeker met die middenvelders. Die blijven dan gewoon lekker een beetje achterin staan. Balletjes opvangen. En dat doen ze hartstikke goed. Dan Townsend. Townsend heb ik dan op stay forward, cut inside en get in behind. Zodat hij voorin blijft, naar binnen trekt en diep gaat. Wat doet hij als hij naar binnen trekt? Maakt hij ook gewoon ruimte voor Van Arnold die dan opkomt. Dus dat is lekker. Dan gaan we naar Puncheon. Het enige wat ik aan hem heb aangepast is free roam. Zodat hij lekker kan doen waar hij zelf zin in heeft. Dat hij niet alleen maar in het midden blijft staan. En ik heb get in the box voor de cross. Dus als er een voorzet komt is hij ook in de 16 aanwezig. Dan Zaha. Cut inside en get in behind. Ja, dat is een van de beste spelers van dit team. Een van de lekkerste spelers. Redelijk snel, technisch, goed
aardig schot, aardige voorzet, dus maak daar gebruik van. En dan Benteke is natuurlijk grote sterke spits, die moet je gewoon als targetman instellen. Dan gaan we naar de tactiek, die heb ik op longball staan, dus gewoon lange ballen. Waarom? Omdat je vrij veel zal verdedigen. Maar niet, je wil niet alleen maar in je verdediging hangen, anders zou je voor counterattack willen kiezen, maar longball. Ja, je hebt waarschijnlijk niet het meeste balbezit met dit team. En als je de bal dan hebt, is het gewoon fijn dat de spelers de ruimte in gaan lopen. En dat doen ze met deze tactiek. Zeker met die twee vleugels, Townsend en Zaha, die zijn gewoon snel. Dus die, ja, die wil je gewoon de diepte in kunnen sturen. Dus vandaar deze tactiek. Komen we aan het eind van de video. Hopelijk vonden jullie het nuttig. Heb je nog niet op like gedrukt, doe dat er nog even van mij. En dan, ja... ga ik jullie een fijne dag wensen en bedankt voor het kijken. Later!